Ik heb eigenlijk van in het begin helemaal anders willen werken dan iedereen. Ik heb een tijd gezien dat er bijna werkte en dat het puur om centen ging. Om rendement, om volume. En voor mij was het belangrijk om op die kwaliteit te gaan werken. Je zoekt naar een dier die goed gekweekt is, juiste voeding, geen stress, natuur. Dat ik dan als slager eigenlijk daar verder met respect voor ga werken. Veenhouwer zijn die in ambacht was eigenlijk een folklore aan het worden. En puur kopen en verkopen, dat kon het niet. Ik wil iets zelf creëren. Als ik niet creatief kan zijn en dingen ontwikkelen, dan ben ik geen beenhouwer. Wat je vooral merkt, is het moment dat je investeert in een product en investeert in kwaliteit, dat wordt geapprecieerd van je klanten. En die appreciatie, dat is de grootste drijfveer van alles. Je moet een slager zijn die je buurt welkom heet in je winkel. En veel sterrenchefs die opeens willen kopen. En als die matching er is en als die klik er is, dan heb ik enorm goede projecten om kunnen doen met mensen. En nog altijd. Maar de basis voor mij blijft de ouderwetse beenhouwer zijn die in zijn winkel staat. Omdat ik dat ook graag doe. Ik ben Hendrik Dierdonk, ik ben beenhouwer, ik ben een boer, ik ben een chef geworden. Maar al die dingen heb ik ervoor gezorgd dat ik ook als beenhouwer enorm gegroeid ben.